السلام عليكم عماد، بدر، رشيد. السلام عليكم. ويس جونس. الحمد لله. الحمد لله. عماد اوت بي اس في، اوت ار كي سي. يو اوت بلوغنوت يونس مختار hebben we gisteren gezien winnen. Ja. Ga je hem achterna? Ik hoop het wel. Als je dezelfde vraag stelt, denk ik dat ik een grote kans maak. Maar als we het over andere dingen gaan hebben, moet ik je wel heel eerlijk bekennen dat mijn kennis daarin niet heel erg hoog zit. Oké, nou, we zullen zien. Inmiddels ex-profvoetballer. Ik zie dat je druk bezig bent met podcast, interessante gesprekken. Is dat een nieuwe ambitie? Mijn ambitie in eerste instantie was vooral om een beetje ander geluid te laten horen. Meer mensen de tijd geven om hun verhaal te vertellen. Ik zelf ben vrij nieuwsgierig naar verhalen. Ik geloof dat je heel veel kunt leren uit iemands verhaal. En zo ben ik eigenlijk begonnen als hobby en nog steeds als hobby. En zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen. Ik verwacht er niet iets uit. Meer dan dat ik me beetje bij beetje door met mensen in gesprek te gaan steeds meer kan ontwikkelen als persoon en als mens. Heel mooi. Badr, voor jou de eerste keer dat je meedoet? Ja. Heb je een bepaald doel gesteld? Of? Nee. Ik ben eigenlijk erin gerold door Abdelbaki, finalist. Ja. Ja. Aangetrouwde familie van mij. Dus hij zei tegen mij tijdens een barbecue van waarom doe je ook niet mee? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk best wel goed in quizjes, maar totaal niet in Marokkaanse quiz eigenlijk. Ah. Maar ik dacht, ik probeer het en kijken waar mijn kennis, hoeveel kennis ik erover heb. Maar de vraag is natuurlijk, mocht het vandaag helemaal niet lukken, ben je dan nog welkom in die barbecue bij Abdelbaki? Dat weet ik niet. Dat is nog maar de vraag. Rashid, jij doet weer mee. Jij had gewoon pech met de loting de eerste quiz. Meteen eigenlijk een topper. Is het nu revenge? Ja, nee. Het is gewoon voor de fun, Nordin. Heel goed. Weet je, vorige keer het snel reageren en dan je naam opnoemen. Dat deed ik wel, maar dan noemde ik de naam van Youssef. Ja. Dan gaat het niet ver. Ja. Ja, snelheid is belangrijk, jongens. We spelen om het boek natuurlijk, Marokkaanse trots. Mooie verhalen met oudspelers, spelers van nu. Ik werd geattendeerd op dat ik moet zeggen, jongens, abonneer op het kanaal Noordin Mokro Voetbalquiz. Duimpje omhoog, dat moet ik ook zeggen, dus dat doe ik gewoon. En dan gaan we meteen beginnen, jongens. Veel succes. Oké. Van welke speler is het paspoort? Voor 3 punten. FC Twente. Voor 2 punten. Excuus, voor 3 punten. FC Utrecht. Voor 2 punten, FC Twente. Voor 1 punt, Aberdeen. Hoe? Aberdeen. Aberdeen. En voor 1 punt, Sparta. Rashid. Rashid. Karim Touzani. Is goed. De volgende. Voor 3 punten. Raja Casablanca. Voor 3 punten. Stade Rennes. Voor 2 punten. NEC. Rashid. Ja? Youssef Rossi. Is goed. Voor 3 punten. Sparta. Voor 3 punten FC Utrecht. Voor 2 punten Sparta. Voor 2 punten Den Bosch. Voor 2 punten Willem II. Ja. Voor 1 punt Emmen. Voor 1 punt Den Bosch. Voor 1 punt Emmen. Instinker, denk ik. Ik zou het niet weten. Nee, ik weet het niet, maar... Niks zeggen nog, want als iedereen past, dan... Ik pas. Iedereen Badr past ook? Is het Murat? Ja, wat zei je, Rashid? Murat? Het was Murat Zikrat, ja. Shit.
Is dat die gozer met die grijze pruik? Ik kwam niet op zijn naam. Ik zou ook nooit op zijn naam komen, hoor. Ik had hem in mijn hoofd, maar ik twijfelde of hij nou bij Utrecht heeft gespeeld. Dat is natuurlijk echt een Spartaan geweest. Ja. Ik weet wel, Willem II en Den Bosch, toen dacht ik van, oké, wacht even. Dat moet hij zijn. Ja. Oké, jongens, de volgende. Van welke speler is het paspoort? Voor 3 punten, Schalke 04. Voor 2 punten, Augsburg. Oh. Heimed. Amsif. Goed. Ja, keeper, ja. Die heeft mee gespeeld, hè? Ja, hij zat bij mij in de kamer in, Olympisch elftal. Klopt, ja. Ah. Elke keer als ik draaide, keek ik in de slaan. Ja, was hij niet de dispensatiespeler? Wat zeg je? Hij was de dispensatiespeler, toch? Klopt. Samen met Amrabat en Garza. Ja, klopt. Waar was dat in Londen? Of in Manchester? Ja, 2012. Ik ben nog geweest tegen Spanje, de laatste wedstrijd. In Old Trafford. Ja. Ja. Mooi, man. Ik was even vergeten dat hij... Dat was ik helemaal vergeten. Ja. Nou, goed. Oké, tussenstandje 3 punten voor Rashi, 2 punten voor Emet, 0 punten voor Badr. Nog genoeg punten te verdienen. 3 punten, jongens. La Louvière. La Louvière. Ja. Als ik het goed uitspreek. La Louvre, toch? Ja, dat kan nog. La Louvre. Voor 3 punten, A. Gent. Voor 3 punten, West Bromwich Albion. Rashid. Yassine El Ghanassi. Knap, ja. 1. Ja. Nee. Daarna nog Heerenveen, Alijn, Steijbeck, Oostende, Nant en El Rayet. Deze even groter. Oké, de volgende. Ik denk dat hij zelfs vast zit, die jongen. Die heeft nog met de justitie in aanraking gekomen in België, dacht ik. Dus even ontschoten, ja? Oké. Ja. Oké, dus we gaan naar de opbiedvraag. Noem de clubs waar Jawad Zahiri heeft gezeten als prof. Het zijn 10 clubs in totaal. Ik begin met Badr. Je mag als eerste opnoemen hoeveel je zou kunnen opnoemen in 1,5 minuut. Ja, doe maar 2. 2. Hemet. Kom ik niet overeen. Rashid. Ik wil het nu weten. Ja, ik heb er ook maar 2. Je mag voor 3 gaan of je past, want anders zijn ze voor Badr. Ja, maar als ik ze niet alle 3... Als ik er 2 goed heb, dan krijg ik daar wel punten voor? Nee, hè? Nee. Ja. Dan... Ik wil het nu weten. Ik pas. Badr, jij mag voor 2 punten. De tijd gaat nu in. Jawad Zahiri, hè? Ja. Sosso? Is goed. En Olympiakos Piraeus. Ja, keurig. 2 punten. Maar die had ik ook in mijn hoofd. De andere clubs. FC Guingamp, El Ittihad, Boavista, Nantes, Asteres Tripoli, Pas Giannini, Anorthosis en Al Nasser. Hij had allemaal clubs gespeeld daar rechts in Cyprus. Ja, Griekenland, vooral ook Cyprus. Oké, jongens, de toestand. 6 voor Rashi, 2 voor Emet, 2 voor Badr. We gaan naar de laatste vraag. Er zijn dus meerdere vragen. Weet je het antwoord, zeg je naam. Je mag ook tijdens de vraag al je naam zeggen. Dus je hoeft niet te wachten tot ik klaar ben. Maar natuurlijk met het risico dat je de verkeerde antwoord geeft. Oké, we beginnen. Hakim Ziyech debuteerde voor Heerenveen op 2 augustus 2012. In de thuiswedstrijd in de 3e kwalificatieronde voor de UEFA Cup. Oftewel Europa League. Tegen Rapid Bucharest. Welke Marokkaan stond ook in de basis? Hemed. Asaidi. Fout. Ja. Ik mag niet meer zeggen, toch? Nee. Wie was het? Tanane? Ja, Tanane. Ik twijfelde tussen Tanane en El Shaoui, maar ik weet niet of El Shaoui er toen bij. Oké, we gaan verder, jongens.
Welke trainer liet Ziyech debuteren? Hemed. Marco van Basten. Dat is goed. Dat is goed. Op 12 augustus dat jaar, dus in 2012, debuteerde Ziyech thuis tegen NEC. Ze verloren met 2-0. Er kwamen na Ziyech nog 3 andere Marokkanen in actie. Wie waren dat? Tegen NEC? Ja. Ik moet eerst de naam over beginnen. Ja, ja. Je hoeft ze niet alle 3 goed te hebben. Als je maar eentje weet, is ook goed, hè? Hemed. Tanane is goed. Nog 2 antwoorden. Je mag passen. Dat kost je geen punten, omdat het een vraag is met meerdere antwoorden mogelijk. Ja, ik pas. Je past, oké. Okay. Is het een badder? Twijfel of die speelde. Ik ga het toch proberen. Badder. El Akshawi? Is goed. We hebben nog 1 naam. Rashid? El Yanoussi? Fout. Rashid, jij bent de enige die nog door mag spelen als je wil. Dat was in welk jaar? 2012. Ja. Ik wil nu een antwoord. Nee. Oké. Okay. Ik zeg Liverpool. Dat is hier. Ja. We hebben ze alle 3 hebben ze net besproken. Ja. Ik schaam me dood dat ik geen Alex Chow heb gezegd. Het verbaast me. Oké, jongens. Nieuwe tussenstand. Heel spannend. 7 punten voor Rashid, 5 punten voor Hemed, 5 punten voor Badr. Hij speelde, dus Hakim, in zijn eerste seizoen meer of minder dan 5 wedstrijden in de Eredivisie? Rashid. Meer. Nee, minder. 3. In het seizoen 2013-2014 speelde Ziyech 31 wedstrijden in de Eredivisie. Hoe vaak scoorde hij? Is dat A, 9, B, 11, C, 12? Welk seizoen? 2013-2014. Toen zat hij bij Twente. Nee, bij Heerenveen nog. Bij Heerenveen. Hemed, ja. A? 9? Ja. Dat is goed. Hoeveel assists had hij op zijn naam? Meer of minder dan 11? Rashid. Meer? Minder. 10. Als hij meer had, ging hij gelijk naar Ajax. In het seizoen 2014-2015 ging Ziyech naar Twente. Met welke 2 Marokkanen speelde hij daar in dat seizoen? Hemed. Younes Mokhtar. Is goed. Vijf. Bilal Wulcik. Is goed. Bij FC Twente... Hakim Ziyech de aanvoerdersband. Welke trainer gaf hem die? Hemed. Alfred Schreuder. Is goed. Subhanallah, ik had het vandaag nog over die trainer. La? Ja, toevallig. In welke context? Nou, we hadden het over Hoffenheim en toen hadden we het over de trainer. We kwamen maar niet op zijn naam. Alfred Schreuder. Zeg ik, oh ja, Alfred Schreuder. Mooi. Nou. Op 11 september 2016 debuteerde Ziyech voor Ajax thuis tegen Vitesse. Welke Marokkanen hebben na Ziyech nog meer gespeeld? 2 namen. Tegen FC Twente.
Nee, Vitesse. Oh. In zijn debuut, zeg je? Nee, nee. Terug. Ja, sorry, wel in zijn debuut, ja. 11 september 2016, debuut hij bij Ajax. In de Eredivisie. Tegen Vitesse. Rashid? El Ghazi? Is goed. Welk jaar was dat? Zijn er nog? 2016. Vijf seconden. Pas is gratis, hè? Pas. Oké, nog één vraag. Nog één naam. Hemed. Hemed. Rusdi Ashinta. Fout. Wouter, mag nog een gokje wagen? Ja. Ik ben aan het kijken bij Esther. Nee, ik pas. Oké. Atje. Iraduini. Ja, Adnan. Ja. In zijn eerste Europese wedstrijd speelde Hakim Ziyech tegen het Griekse Panathinaikos. Ajax won uit met 2-1. Eén Ajaxiet pakt een rode kaart. Wie was dat? Hemed. Veldman. Fout. Het was Hakim zelf. Jezus, is het alleen maar Hakim-vraag, Noordin? Ja, ik kies altijd één speler. Daar verzin ik een heel verhaal bij. Gisteren was het Aissati. Oh. El Amadi. Vandaag is het Hakim. In 2000... Oh nee, sorry. Hoe vaak werd Ziyech verkozen tot beste speler van Ajax? Rashid. Ja, ik zei het weer. Hè? Drie keer. Is goed. Nieuw tussenstandje. Rashid 11. Hemed 11. Bader 9. Dus alle kanten kan het nog op. Heel spannend. In 2015 koos Ziyech voor het Marokkaanse elftal. Welke bondscoach van Marokko riep hem op? Rashid. Zeki. Is goed. Op 9 oktober 2015 debuteerde Ziyech tegen A. Nigeria, B. Ivoorkust, C. Cameroen. Badr. Badr. Cameroen? Fout. Het is meer keuzevraag, dus mag nog antwoord geven. Ja, Emmet. Emmet was eerder. Ivoorkust. Is goed. Na hoeveel interlands scoorde Ziyech zijn eerste doelpunt? Was dat A na 3, B na 5 of C na 6 interlands? Rashid. Na 3. Dat is fout. Tegen welk land was dat? Dus zijn eerste doelpunt? Zijn eerste doelpunt dus. Was dat A? Ja? Sorry, ga maar even door. Was dat A tegen Congo-Brazzaville, B Guinea, C Burkina Faso? Wat was B? Guinea. Guinea. Ja. Zit op zijn Hollands. Dus A, Brazzaville, Guinea of Burkina Faso? Nee. 3, 2, 1. Pas allemaal, oké. Okay. Even een tussenstandje. Er zijn nog 2 vragen waarin in totaal 5 punten te verdienen zijn. Tussenstandje 13 punten voor Rashid, 14 punten voor Emad, 10 punten voor Badr. Die tweede plek is belangrijk om door te gaan naar de herkansing. Nummer 1 is logisch. Kan dus nog alle kanten op. Badr kan zelfs nog winnen als hij alles goed heeft. Let op, de ene laatste vraag. Op de Afrika Cup miste Ziyech tegen Benin een penalty net voor de verlenging. In blessuretijd was dat. Wie miste er tijdens de penaltyreeks?
Oh. Pak even een glaasje water. Tering, ja. Ik begin hier niet eens aan. Ga je maar fout antwoorden, hè? Ja, nee, daarom. We spelen tactisch. Het zijn er denk ik meerdere zelfs. Het zijn er twee. Twee missen. Daar ga ik me niet aan wagen, sorry. Rashid past, hè? Dat past denk ik ook. Badr, kijk naar jou, je staat natuurlijk achter. Ja, ik weet. Ik moet, hè? Nou, ja, je hebt 10 punten. De volgende vraag kun je 3 punten verdienen. Moet je ze alle 3 goed hebben. Je staat 3 punten achter op Rashid. Ik heb 4 punten achter op Emad. Wie was dat ook alweer? Kan ik er ook eentje noemen? Dat mag zeker, ja. Ja, dan probeer ik het gewoon. Hoe heet die nou die... Je al tijd mist. Boutaïb. Ik denk dat die fout is, maar ik probeer het gewoon. Boutaïb. Helaas, is fout. Volgens mij speelde hij niet eens meer. Nee, nee, ja, jammer. Je mag nog doorgaan, hoor. Nou, ik wil niet, te erg verliezen, zeg maar, snap je? Dus, ja. Ook een stukje Marokkaans trots. Ik bedoel, je kan even verliezen. Of je kan... Ja. Nou, de jongens... Ja. Southampton. Zeg ik. Boeval. En Seif, hè? En Sevilla. En Siri. Ja. Ja. Oké, jongens, de laatste vraag. 14 punten voor Rashid, 15 punten voor Emad, 10 punten voor Badr. Mooie pot. De laatste interland won Marokko van Burundi met 3-0. Marokko speelde in een 1-4-2-3-1 opstelling. Noem het drietal achter de spits. Mag je ook... Ja. Hey, Matt. Waarom doe ik dit? Amrabat? Fout. Je mag doorgaan. Dat is jouw vraag nu. Het staat nu 15-15. Past. Rashid. Tarat? Fout. Vol. Sorry, ik lach niet omdat je het fout hebt. Ik lach om je reactie. Rashid, je mag doorgaan. Want het is jouw ronde nu. Het staat nu 15 punten voor Rashid, 16 punten voor Emad, 12 punten voor Badr. Gaat om de middenvelders achter de spits? Ja, dus je speelt 4 achterin, 2 controlerend. En dan 3 spelers achter de puntspits. De halve rechts buiten, de halve links buiten en de nummer 10. Je komt laatste interland. Laatste interland. Wat zei jij net? Hij komt makkelijk door die volgende ronde, ik en niet. Dus gun het mij en dan weet je... Vijf seconden. Belhanda? Fout. Ja. Shit. Ja. Die speelde controlerend, denk ik. Vijf seconden. Is die Boefa? Fout. Nou. Ik dacht ook. Ik dacht dat hem wat. Een lange 5 seconden, Noorden. Ja. Nee, maar na een antwoord heb je weer tijd. Ah, zo, snap ik. Ja, ja, maakt niet uit. Rashid past? Ja. Dat was wel redelijk verstandig. Want, maar Badr... Kan ik eroverheen? Badr, je hebt hem niet gepast, hè? Nee. Ja, dan de tussenstand, jongens, op dit moment. 18 punten voor 1 met... 15 punten voor Rashid, 14 punten voor Badr. Dus bij één goed antwoord, Badr, krijg je een herkansingsvraag samen met Rashid. Bij 2 goede antwoorden, of meer, ga jij door naar de herkansing. Kan je nog 1 keer de vraag herhalen? Ja. De laatste interland won Marokko van Burundi met 3-0.
Marokko speelde in een 1-4-2-3-1 opstelling. Noem het drietal achter de spits. Ik wil het nu horen. Wat dus? Fout. Ja, dan had het op. Oké. Pas, ik pas. Fijn om, jongens. Hakimi, Ziyech en Nesiri. Maar Ziyech had je moeten noemen. Ja, man. Ja. Niemand heeft hem genoemd, man. Jongens. De hele Ziyech-aflevering, niemand heeft Ziyech genoemd. Ja. Nou, Rashid, jou zien we in herkansingen. Rema had goed gespeeld.